Hey beste YouTube-kijkers, wij zijn net aangekomen in Walibi, maar wij gaan niet naar Walibi, maar vandaag gaan we naar Aqualibi. We gaan het nog eens extra navragen aan de balie of dat we echt wel mogen filmen met de GoPro. We hebben gisteren daarvoor gebeld, normaal gezien mocht het, maar we gaan het nog eens extra navragen of dat het echt wel mag. We zien elkaar zometeen in Aqualibi waarschijnlijk. Dus laten we hopen dat het ook mag. Nog een keer. En dan gaan we de beelden zeker zien op YouTube, op mijn kanaal. Dus ik zal zeggen tot straks. Zo, we hebben het aangevraagd, we mochten het filmen. We gaan de eerste glijbanen doen. We hebben toestemming gekregen, maar we moeten wel heel voorzichtig zijn. Dus bij deze zijn we in Aqualibi. We gaan. De eerste allerhoogste pakken. Onze gele. Onze gele staat ook dus daar boven. Die gaan we als eerste nemen. Dus die zien we dus niet ook weer al. Zo, dit was het dan weer in Aqualibi. Wij hadden wel mogen filmen van de balie en van een telefoon, maar niet van de redders die in het zwembad waren. Nu gaan we nog proberen via Aqualibi binnen te geraken. We gaan daar proberen, want wij hebben gereserveerd voor Walibi ook nog, maar ik heb geen mail gehad, dus we gaan eens zien hoe we dat gaan oplossen. Dus we gaan één mooie vlog maken vandaag, dat er toch nog iets is om naar uit te kijken, dat ik niet voor niks naar hier ben gekomen natuurlijk. Zo, we zijn binnen geraakt. Blijkbaar, als je naar Aqualibi gaat, moet je niet reserveren voor Walibi. Je kunt zo binnen als je een abonnement heeft. Als je van Aqualibi naar Walibi wilt gaan. Dus we gaan even hier nog een uurtje of twee fun maken. Want we hebben tot 2 uur kunnen gaan zwemmen. Moesten we het zwembad daar buiten. Dus we gaan nog even een uurtje of twee in Walibi rondlopen en nog even wat doen. Kan ook eens leuk zijn. We kunnen wel vandaag geen onderrijds maken, want ik heb geen harnas mee. Maar zo af en toe eens gewoon een vlog maken en een offrijdje meepakken of zo. Dat kan wel eens leuk zijn en kan wel eens zijn. En het kan misschien ook wel zijn in de rustige attracties dat ik er eentje maak. Maar we zien dat weer wel. Dat zijn zorgen voor later. Zo, ik ben helemaal alleen. Opkomen van Roos gaan. Zien we hoeveel te scoren dat ik deze keer ga alleen. En dan gaan we ook iets filmen. Vandaag dus gaan we twee dingen tegelijk gedaan. We hebben Aqualibi gedaan en nu doen we Walibi. Dus nu zijn we in de Popcorn Revenge. Thank you.
attractie. Het is een rustige attractie. Maar... En dan gaan we op weg naar de trein, terug naar huis. Zo, beste YouTube-kijkers, dit was het dan weer van vandaag in Walibi. Wij gaan richting de uitgang. We hebben heel veel gedaan vandaag. Ay, op een uurtje toch hebben we redelijk wat gedaan. De enigste minpunten dat ik wel wil zeggen, is dat in Walibi toegestaan was om te filmen. Maar ik moest mijn camera wegsteken. En ik vind ook wel, als ik mijn camera weg moet steken, dat de gsm's ook mogen weggestoken worden. Want dan vind ik ook niet dat je met de gsm mocht filmen of fotograferen in Walibi. Dat vind ik zeker niet dat dat mag. En voor de rest was het wel tip-top in orde. Eigenlijk. Dus we mogen niet klagen. We gaan even langs een ander, anders langs de uitgang, als we hebben de trap buiten. En dan ja, misschien de volgende keer terug naar hier. Wanneer weten we nog niet uit van buiten. En ik zeg ook nog altijd, blijf abonneren, liken. Natuurlijk, en reacties geven mag ook natuurlijk. Dat is altijd welkom. En video mogen we ook natuurlijk delen. Dus tot de volgende keer.